Als het goed is, hebben we nu verbinding met het data-epicentrum van Treant Zorggroep. Want daar staat Ron Akkerman. Hij is CFO en lid van de Raad van Bestuur. Dag Ron. Dag Vivian. Jammer dat ik niet in de studio kan zijn. Maar we doen het even op afstand, hè. Past bij deze tijd. Virtueel contact. Ja, zeker, zeker. En je staat ook in een heel interessante omgeving, dus dat is alleen maar leuk. Ron, in 2019 werd jij aangesteld als lid van de Raad van Bestuur. En jouw opdracht was onder meer een gezonde en duurzame toekomst bouwen voor Treant. Kun je aangeven in hoeverre data en analytics daarbij volgens jou een rol hebben gespeeld? Nou, die spelen een hoofdrol. Je kunt het eigenlijk al hier achter mij zien, hè. Al die schermen die geven al een deel van het ziekenhuis weer, van de stromen. Informatie, data en de bewerking daarvan is essentieel voor de besturing van het ziekenhuis. Voor het goed op elkaar kunnen afstemmen van de capaciteiten, de instroom van patiënten, de planning van de OK's, de planning van het beddenhuis. Dat betekent echt inzage in data, data die uit onze transactiesystemen komen, die op een goede manier bewerkt worden, zodat we ook zinvolle informatie krijgen. Ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen hoe het zonder zou moeten zijn. We zitten nog niet helemaal op het maximum van wat we eruit kunnen halen. We zitten nog wel in de ontwikkelfase. Maar tegelijkertijd, hoe dit zonder zou kunnen, dat is moeilijk meer voor te stellen eigenlijk. En daarvoor werken jullie heel intensief samen met SAS, hè? Wat doen jullie zoal samen? Nou, alles op het gebied van data doen wij samen met SAS. Ik moet wel zeggen, we hebben ook geïnvesteerd in een eigen BI-afdeling. Dat vinden we ook heel erg van belang. Er zitten ook kundige mensen, die trekken dat ook. Daar zijn we ook erg trots op. Samenwerken met SAS is natuurlijk essentieel. En samen leveren ze eigenlijk hele mooie producten. Ook met betrokkenheid van onze medisch specialisten. Dus we hebben eigenlijk een soort projectteam. We bedenken van welke informatie hebben we nodig. En samen met SAS weten we het eigenlijk hele goede banen te geleiden. Om ook zinvolle informatie te kunnen opleveren. Dus de ontsluiting van data, het ontwerp daarvan is echt een co-productie van onze eigen BI-afdeling. Onze medisch specialisten, onze manager capaciteit en logistiek. En natuurlijk SAS. Dus al deze geledingen zijn benodigd om te komen tot de dingen die bijvoorbeeld hier achter mij staan. Die real-time aangeven wat er gebeurt in het ziekenhuis. Ja, want daar ben ik nu wel heel benieuwd naar. Want als ik me niet vergis zie ik daar allemaal dashboards achter jou. En ik zei het al, jij staat in het data epicentrum. Dat noemen jullie zelf het TCC, Treant Control Center. Kun je ons even meenemen door een van de dashboards die ik daar zo mooi achter jou zie? Ja, nou ja, we noemen het inderdaad liever Treant Control Center. Want we staan hier nog niet te trillen, het is geen Groningen, dus het is geen epicenter van de data. Maar we vinden het wel fijn dat we het allemaal hebben. Treant Control Center, kijk, je moet het eigenlijk vergelijken met, wat we vaak zelf hier doen is Schiphol. De luchtverkeersleiding. Hoe krijg je zicht op al die stromen, al die mensen die met elkaar moeten samenwerken, al die medische specialisten die al die verrichtingen doen, al die onderzoeken, al die behandelingen. De bedafdelingen, de verpleegkundigen die de patiënten de zorg bieden, dat komt eigenlijk samen in de informatieoverzichten, om dat op elkaar af te kunnen stemmen. Dat vereist coördinatie en planning. Nou, een van die overzichten hier achter mij geeft bijvoorbeeld de actuele stand van zaken aan in het beddenhuis. Dat is ook wel een knelpunt zou je kunnen zeggen. Verpleegkundigen zijn schaars. Wat we hier heel goed kunnen zien, real-time, is zeg maar welke bedden zijn er bezet per afdeling, welke bedden zijn er wisselbaar, wat is de formatie die we hebben en ook zeg maar wat is de prognose qua verloop van patiënten, wat is de vermoedelijke ontslagdatum, wat komt erbij en hoe kunnen we eigenlijk de capaciteit zo optimaal mogelijk benutten. Ik moet er wel bij zeggen dat het altijd ook een inspanning van de organisatie vereist, hè? Dus SAS levert natuurlijk een groot deel van de technologie. Maar het invullen daarvan, het smart maken, het vertalen naar de operatie, naar het ziekenhuis zelf, hè, dat mensen zich herkennen in het ziekenhuis. Die denken van, hé, dat is ons proces, gaat over ons. Het is voor ons relevant, dat is minstens net zo belangrijk. En dat vereist dus echt een co-productie van Treant medewerkers en SAS. En hoe doe je dat dan? Al die medewerkers op de vloer goed betrokken houden bij dit soort inzichten? Nou, het moet ook zinvol voor de mensen zijn die ermee werken. Dus we willen ook graag dat de medici, de medische specialisten, nou, bijvoorbeeld de chirurgen, maar ook de anesthesisten of alle andere snijdend en beschouwende vakken, dat die zich herkennen in die planning. Dat die snappen van, hé, het is behulpzaam, want uiteindelijk is het een tool om te komen tot betere uitnutting van de capaciteit, bekorting van wachtlijsten, sneller bij de juiste behandelaar. En daar is dit allemaal een hulpmiddel voor, dus. Wat we ook nog willen, dat is nog verder in de ontwikkelfase, is dat we een soort platform hebben, een soort Schipholhalletje.
waarbij mensen ook terecht kunnen als een soort vraagbaak. Hoe zit het nu precies? Hoe verloopt die sturing? En dit draagt bij aan de transparantie. Je hebt eigenlijk een soort een film van de logistieke stromen binnen het ziekenhuis en hoe die bestuurd kunnen worden op basis van actuele data, actuele, relevante en betrouwbare data. Dus zo kunnen we eigenlijk wel stellen dat data en analytics en jullie samenwerking met SAS niet alleen leidt tot een beter perspectief voor Treant, maar misschien wel voor de samenleving als geheel? Nou, dat vind ik heel erg mooi. We zijn natuurlijk een maatschappelijk onderneming voor de samenleving als geheel. Nou, een mooi voorbeeld is ook COVID. Binnen de COVID-tijd is vrij snel ook een van die schermen gevuld. Die is ontworpen, bedacht, gevuld. En er werd eigenlijk vrij snel op gestuurd op kritische voorraden voor COVID. Maar ook op de COVID-bedden, de instroom. Het ziekenhuis wordt er beter van. We hopen daar ook een bijdrage mee te kunnen vervullen in de regio natuurlijk. Dankjewel voor nu, Ron. Oké, graag gedaan. Ja, en vanuit het Treant Control Center gaan we nu door naar de ziekenhuisvloer. Want daar staat chirurg Frank Kroeze voor ons klaar. Dag Frank. Goeiedag. Ja Frank, als we het in 2020 nou hebben over dashboards en over ziekenhuizen, dan denkt iedereen natuurlijk vooral aan één ding en dat is corona. Kun je vertellen wat jullie op het gebied van data en analytics zoal hebben gedaan om die pandemie het hoofd te bieden? Ja, het is een interessante tijd geweest en blijkt dan weer dat BNI ontzettend belangrijk is. Want je krijgt eigenlijk een heel kort doorkijkje in hoe capaciteitsproblemen, want dat is wat je acuut creëert zodra je een crisis hebt. Er zijn tekorten aan allerlei dingen. De noodzaak hebben om goede data analytics te hebben en om daarop te kunnen sturen. Dus bij ons is het inderdaad de aanleiding geweest om in een versneld tempo met dashboards te gaan werken. Van iets wat we in het begin het Hospital Control Center noemden. Maar goed, we zijn Treant, dus dat is al snel het Treant Control Center genoemd. En we hebben daaruit eigenlijk de nadruk die we al hadden op data analytics en een goed data warehouse waar je uniform mee werkt, heel snel doorgepakt nu in de ontwikkeling van veel meer dashboarden. Eigenlijk willen we alles gaan digitaliseren en de bron daardoor compleet hebben om de capaciteit, die krapte kent ook nu na corona, optimaal te sturen. Ja, want als ik het goed heb, zie ik achter jou zo'n mooi dashboard. Kun je ons daar eens doorheen praten? Wat zien we daar? Ja, wat er onder andere gebeurd is, is dat je de neiging krijgt in het begin om met BNI te denken dat je heel veel stuurinformatie moet hebben die heel erg de diepte ingaat. Mooi is dat wij nu een Pieter Buwalda hebben, dat is onze manager over integraal capaciteitsmanagement, die zegt, begin nou met de basis. En wat we gedaan hebben is de briefjes die op alle afdelingen gebruikt worden, omgezet naar digitale dashboarden. En doordat ze nu digitaal zijn, is het één keer invullen wat je ook op je briefje zou doen, maar krijg je een centraal stuur en overzicht. En dan krijgt onze afdeling opname, dus de actuele data met de goede verwachte ontslagdata. En dan kun je sturen. Je ziet nu op het moment dat hier 30 patiënten opgenomen zijn, 0 bedden vrij. We hebben nog geen uitplaatsingen. Er zijn 8 mensen op ontslag te verwachten. En we hebben helaas ook op weer formatiekrapte nog steeds een tiental geblokkeerde bedden waar heel hard aan gewerkt wordt. We hebben gelukkig ook weer een aantal verpleegkundigen die terugkomen naar Treant, waarbij deze bedden dus weer open zullen gaan en de capaciteit in totaal beter wordt. Maar dit is dus het puntje van de ijsberg van de capaciteit van het hele ziekenhuis. En centraal zie je de dashboarden hangen waarbij al die informatie bij elkaar komt, zodat we daar kunnen sturen op capaciteitsproblemen. Het ziekenhuis wordt gevraagd, zeg maar, in steeds grotere krapte van capaciteit steeds efficiënter te sturen. Maar daarmee schurk je ook steeds harder aan tegen het nee moeten zeggen. Nou, het aantal keren nee zeggen tegen een patiënt die zorg nodig heeft gaat drastisch omlaag met minder middelen met deze data analytics. Dat is waar ik als dokter voor sta, want ik wil geen nee verkopen aan mijn patiënt. Nee, dat snap ik heel goed. Hey, en ben je nou als chirurg dankzij deze data ook tot nieuwe inzichten gekomen? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste inzichten is, ik ben naast chirurg ook lid van de medische staf hier, op dit moment de vicevoorzitter, en heb dat integraal capaciteits erg naar mij toegetrokken. Ik denk dat het uitlegbaar maakt waar de krapte en de pijn zit en waarom keuzes gemaakt zijn. En dat maakt dat er op de vloer geen onderstroom is tussen, noem eens wat, beschouwers en snijders van ja, maar jij of zus. Nee, je kunt je strategie en je tactiek uitleggen en onderbouwen met cijfers waarom een bepaalde keuze is gemaakt. Dat geeft rust in huis, dan heb je geen negatieve energie en dan werken we samen weer aan het optimaal functioneren.
Daarnaast is het zo dat er ook wel een 20-30% van de capaciteitsgebruik niet efficiënt ligt bij de dokters. En die kun je nu ook aantonen. Van als wij betere VOD's hebben, kunnen we beter sturen. Wij kunnen dingen ontwikkelen. Wij kunnen zorgen dat jullie minder werk krijgen, dat de data beter worden. En ik denk dat dat de symbiose is die je zoekt. En dat alles in samenwerking met SAS. Ja, het mooie van SAS vinden wij is dat we daarin een partner vinden die ook vindt dat wij zelf moeten ontwikkelen. Dus onze eigen BNI kan dashboarden ontwikkelen. We hoeven niet voor een nieuwe aanpassing of een nieuwe ontwikkeling terug. Dus als wij van de vloer, ook wij dokters, met een probleem komen of met iets wat wij inzichtelijk willen hebben, dan kunnen we dat heel snel zelf bouwen. En daarnaast hebben we dan nog een aantal ontwikkelprojecten. Text Analytics zijn we mee bezig. Ik weet niet of het SAS-publiek de DICA's kent, maar dat is een registratie die je nodig hebt voor allerlei vormen van kanker, maar ook voor bijvoorbeeld vaatlijden en een heel aantal andere aandoeningen. Dat is per patiënt, en daarvan heb je er honderden per jaar, een honderdtal data. Die kunnen nu veel efficiënter, maar ook kwalitatief beter uit de data worden gehaald. En dat wordt nu gedaan door mensen met inzicht, bijvoorbeeld PA's, verpleegkundig specialisten, soms ook de artsen zelf, zeg maar, de specialisten. En die komen weer vrij aan het bed. Nou, dat is wat we in Nederland willen. We willen meer mensen aan het bed die doen waarvoor ze opgeleid zijn. Dus daar ligt mijn hart hier. Ja, nou, dat vind ik prachtige laatste woorden. Dank je wel, Frank. Wat een inspirerend verhaal. Graag gedaan. Ja, en met dit prachtige klantverhaal gaan we terug naar jou, Jim.